Mijn liedje heet Ella is my name en het gaat eigenlijk over mijn leven. Gewoon in het kort zo chillen met Noah, dat doe ik altijd. En dansen doe ik ook heel vaak en dat komt ook in het liedje. Ja, chillen met haar broer Noah en dansen. Het zijn normale hobby's voor iemand van 9, maar het leven van Ella is niet helemaal normaal. Vandaag komt haar eerste single uit, met natuurlijk een stoere videoclip. Ik vond het liedje wel spannend om te maken, maar het resultaat was super cool. En ik heb zelf mijn videoclip bekeken en ik was er super blij mee. Rappen is gewoon meer van mijn ding dan zo hoge noten te zingen. En rappen is gewoon leuk te doen, omdat je dingen sneller kan zeggen. Met 91.000 volgers op Insta en meer dan 200.000 abonnees op YouTube is Ella een echte ster. Ik maak daar heel veel video's met mijn familie op en we maken heel veel plezier en gewoon gekke video's en dat doe ik meestal. Nee, rustig! Ja, voor Ella is familie superbelangrijk. Het gezin van haar mama vluchtte 30 jaar geleden naar België. In het zuidoosten van Europa was er toen oorlog. Ik vond het super dapper van hun dat ze met niks hadden gestart. En hier zijn we op deze moment met hun huis en met alles. Dus ik ben super trots op hun, wat ze allemaal hebben gedaan voor mij en mijn familie. Heb je mijn Bluetooth aan? Ja, staat aan. Mijn grootste droom is om Beyoncé te ontmoeten en daar wil ik ook gewoon echt komen. Ik weet wel dat ik ook maar 9 ben, maar iedereen is vroeg begonnen, zo van die celebrities. En ik had ook gewoon geen geduld om een liedje te maken, want ik vond het superleuk eigenlijk om te doen en daarom heb ik dat ook gedaan. Goed? Ja. Super tof dat je deze video bekeken hebt, maar we hebben er nog veel meer natuurlijk, dus zeker hier ook eens klikken. En abonneren op ons kanaal, dat mag natuurlijk ook altijd, hè.